De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. Op zijn reis naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen hij een dorp binnenging, kwamen hem 10 melaatsen tegemoet. Zij bleven op een grote afstand staan en liepen luidkeels: Jezus, meester, ontferm u over ons. Hij zag hen en sprak: gaat u laten zien aan de priesters. En onderweg werden zij gereinigd. Een van hen keerde terug toen hij zag dat hij genezen was. En hij verheerlijkte God met luide stem. Vol dankbaarheid wierp hij zich voor Jezus' voeten neer. En deze man was een Samaritaan. Hierop vroeg Jezus: zijn niet alle 10 gereinigd? Waar zijn dan de 9 anderen? Is er niemand teruggekeerd om aan God eer te brengen dan alleen deze vreemdeling? En hij sprak tot hem: sta op en ga heen, uw geloof heeft u gered. Woord van de Heer. Lof zij Christus. Mogen door de woorden van het evangelie onze zonden worden. Het woord van God laat zich niet in boeien slaan, schrijft Paulus. Hij zelf is in gevangenschap in Rome, maar hij schrijft van daaruit brieven, onder andere naar Timotheus. En hij weet dat zijn gevangenschap nooit de inperking zal betekenen van zijn evangelisatiewerk. Want het woord Gods laat zich niet in boeien slaan. Het woord van de verkondiging, het woord dat mensen tot bekering kan brengen, het woord dat mensen kan brengen tot Christus en zijn kerk. De woorden die gesproken worden, ze zijn belangrijk. Vooral de centrale woorden van ons geloof. Telkens weer moeten we ons afvragen of we de betekenis van die woorden goed kennen, goed gebruiken. Zoals bij dat centrale woordje God. Op het moment dat wij dat woord gebruiken, moet er meteen in ons hart meeklinken. Het gaat om de God die in zichzelf eeuwig voldoende is. De drie-ene God van liefde. De God die zich geopenbaard heeft. De God die een veelgevende liefde heeft en een veelvragende liefde heeft. Vader, Zoon en Heilige Geest. En de Zoon is mens geworden om aan het kruis de bruidegom te worden van de bruid zijn kerk. Ook bij dat woordje kerk zou er in ons hart eerst iets moeten klinken van dankbaarheid dat de kerk er is als een geschenk aan ons. En dat wij geroepen zijn om in die kerk mee te werken. En daar heeft de Heer natuurlijk een zeker risico genomen. Want mensen die in de kerk werken kunnen zondigen, kunnen zo het uiterlijk gelaat van de kerk schaden, maar nooit haar innerlijk, want ze blijft altijd de bruid van Christus. Zo is er de kerk. En die kerk is katholiek. En dat woordje katholiek is ook een kostbaar woordje. Van het Griekse katholou of katholikos, dat algemeen of over het geheel, alomvattend, albevattend en uiteindelijk universeel betekent. Dat is de betekenis van dat woordje. Helaas horen wij het te snel in een zeer beperkte betekenis, als een onderscheiding van protestantse kerkgemeenschappen of evangelicale bewegingen of de orthodoxe kerken. En dan is er ook nog, of dan is er de katholieke kerk. Wij zijn katholiek, we behoren bij de katholieke kerk. Maar dan is het woordje al ingeperkt. Dat woord is natuurlijk eeuwenlang niet zo gebruikt, want er waren geen orthodoxe kerken, er was geen protestantse kerkgemeenschap, er waren geen evangelicale bewegingen, zodat er niet duidelijk een onderscheid hoefde gemaakt te worden tussen evangelicale, orthodoxe, protestanten en katholieken. Nee, dat woordje katholiek had zijn oorspronkelijke, ruime, alomvattende betekenis en die moeten we een beetje herwinnen. Want allereerst, God is katholiek.
Als we dat woord dus verstaan in de oorspronkelijke betekenis. God is alomvattend, albevattend. Zijn liefde, zijn trinitaire liefde is katholiek. Altijd meer, altijd groter, eeuwig zo in die beweging van uitwisseling tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. God is katholiek. En dan merken we meteen nog hoe we nog vastzitten aan die beperkte betekenis. Want we vinden het een beetje gek klinken. God is katholiek, Jezus was katholiek. Want wij denken dan, ja, maar hij stond toch niet ingeschreven in de katholieke parochie van Jeruzalem in zijn tijd. Was hij dan wel katholiek? Nee, dat is die beperkte betekenis. De ruime betekenis is die alomvattendheid, de universaliteit. En zo kunnen we zeggen, God, de drie-ene God, is katholiek. Jezus, hij is katholiek. De openbaring van God is katholiek. Want God heeft niets van zich teruggehouden. God heeft zich geopenbaard zoals hij is. Achter Vader, Zoon en Heilige Geest zit niet nog iets mysterieus verscholen wat we niet kennen. Nee, God is liefde, dus hij toont zich aan ons zoals hij is, omdat Vader en Zoon en Heilige Geest zich aan elkaar tonen zoals ze zijn. En zo is ook de openbaring katholiek. En in die katholiciteit van de openbaring toont de Heer ook de betekenis van deze schepping, de bedoeling van ons leven, de diepste waarde van het man en vrouw zijn, de diepste betekenis van de roepingen enzovoort. Alles ligt daarin besloten. De openbaring is katholiek. De heilswil van God is katholiek. Staat duidelijk in de schrift. God wil dat alle mensen gered worden en tot kennis van de waarheid komen. En in dat alle ligt de katholiciteit van de heilswil van de drie-ene God. Hij verlangt dat alle mensen gered worden. En het aanbod van het heil geldt dus ook alle mensen zonder uitzondering. De heilswil van God is katholiek. Maar voor deze katholieke openbaring en deze katholieke heilswil heeft Jezus een instrument nodig om dat duidelijk te maken aan heel de wereld. En dat is zijn kerk. En derhalve is de kerk wezenlijk katholiek, omdat zij de volheid van de openbaring ontvangt, ontvouwt, verwoordt en verkondigt. En omdat ze dat wil doen aan alle mensen op deze wereld. En daarom is de kerk wezenlijk katholiek. Katholiek, de katholieke kerk, oftewel de katholica. En deze katholieke kerk, dat is de kerk die het instrument is van het heil voor alle mensen. En de bewegingen, de kerkelijke gemeenschappen, de kerken in het meervoud met een kleine letter, ook daar werkt natuurlijk de Heilige Geest. Ook die groepen probeert hij te benutten als instrument hiervoor, maar tegelijkertijd zit daar de stuwing achter van de Heilige Geest naar die eenheid terug, naar de katholieke kerk. Opdat die katholieke kerk ook zichtbaar voor de wereld, alomvattend, algemeen, universeel kan zijn. De katholiciteit van de kerk. Toen John Henry Newman katholiek werd, achteraf gezien was dat precies halverwege zijn leven. Hij is 90 geworden en hij was 45 toen hij katholiek werd. Er is een hele lange zoektocht aan voorafgegaan vanuit die protestants-anglicaanse kerkelijke gemeenschap. En wij kunnen ons verbazen dat het zo lang heeft geduurd, omdat het toch vrij evident is, zou je kunnen zeggen. Maar hij was opgegroeid in deze traditie. Hij was deze Anglicaanse achtergrond toegewijd. En natuurlijk, zoals we dat vaak horen bij protestanten in het verleden, er zat ook wel een felle afkeer naar de Rooms-Katholieke kerk in. Het ergste wat je kon gebeuren was Rooms-Katholiek worden. En zo was die zoektocht van Newman heel erg lang en moeizaam. Maar juist door het bestuderen van de kerkvaders, terug te gaan naar de kerk die katholiek was en dat woordje nog zijn oorspronkelijke betekenis had, ontdekt hij dat hij in de verkeerde kerkelijke gemeenschap zit. En zo maakt hij de stap naar de kerk van de Heer, naar de katholica. En als hij dan katholiek is, zegt hij, ik hou er nu mee op om de katholieke kerk Rooms-Katholiek te noemen. En dat is een hele ware uitspraak. Want ook dit woordje Rooms
En het is natuurlijk prachtig dat we dat gebruiken, maar het is een gebruik om ons te onderscheiden van de niet-rooms-katholieke kerken, kerkelijke gemeenschappen. Maar daar hebben we dat woordje rooms niet voor nodig. Dat is katholiek al genoeg. De katholieke kerk is per definitie rooms. Want in de volheid van de openbaring ligt het pausambt, ligt het feit dat de bisschop van Rome de opperherder is van de kerk. En die opperherder die zetelt in Rome, omdat daar de eerste paus als martelaar gestorven is. In het katholieke ligt al het roomse, dus het hoeft niet extra benoemd te worden. En zodra we dat gaan doen, misschien zwakken we dan het woordje katholiek een beetje af. Want dan gaan we toch een beetje zeggen, ja, er zijn nog andere katholieke kerken of kerken die die titel mogen dragen. Maar wij zijn dan de Rooms-katholieken ten opzichte bijvoorbeeld van die hele kleine groep oud-katholieken. Of welke kerkjes, kerkgemeenschappen en nog meer dat katholiek in hun naam dragen. Maar dat moeten we niet doen. De katholieke kerk is de katholieke kerk en derhalve is ze de Rooms-katholieke kerk. Maar natuurlijk, we mogen het altijd gebruiken en die afkorting RK is natuurlijk wel erg makkelijk als we maar even bedenken dat het eigenlijk niet nodig zou moeten zijn. Tot deze katholieke kerk mogen wij behoren. De kerk is alomvattend in haar zendingen en roepingen. Dat betekent dat niemand van ons die volheid van de katholica hoeft te beleven of hoeft te weerkaatsen. Dat is ook bijna niet meer mogelijk. Misschien dat de emeritus paus Benedictus daar nog het dichtste bij komt. Maar het is ook niet nodig, want wij vullen elkaar aan. Wij zijn binnen de kerk als één grote familie aan elkaar geschonken om elkaar te dragen, aan te vullen. En die heeft die taak, de ander heeft die taak, die heeft die zending, deze heeft deze zending. En daarin vullen we elkaar aan. Paulus maakt daar een toespeling op. Als hij zegt dat hij dit alles draagt omwille van de uitverkorenen. Hij is gevangen genomen. Hij kan weinig meer. Hij kan zijn lijden opdragen in het lijden van Christus omwille van de uitverkorenen. En dat zijn al de mensen aan wie het evangelie wordt gedragen. In feite zegt hij, ik kan zelf niet meer evangeliseren door erop uit te gaan. Maar mijn gevangenschap, mijn lijden draag ik nu op om het evangelisatiewerk van de katholieke kerk elders in de wereld te ondersteunen. Zo vult hij de missionarissen aan met zijn verborgen lijden. En dat is de diepere eenheid binnen de katholica. We zijn in Christus met elkaar verbonden. Ieder heeft zijn eigen zending en taak en we vullen elkaar aan. Misschien komen wij er niet aan toe om heel veel op een dag te bidden, maar er zijn monialen en monniken die dat doen. Misschien zijn onze goede werken maar heel beperkt, maar het goede werk van de kerk universeel is enorm groot en vult aan waar wij wellicht nog tekort schieten. Zo is het een groot voorrecht om tot de kerk van de Heer te behoren en is het ook onze uitnodiging daar werkelijk onze plek en roeping en zending te ontdekken, zodat wij op bescheiden wijze ook onze bijdrage hebben aan deze kerk die in haar aard al katholiek is, maar naar buiten toe steeds katholieker kan worden, zoals wij ook steeds katholieker dienen te worden. Die volheid van de kerk, weerkaatsend, weerspiegelend, respecterend de verschillende spiritualiteiten, vormen in de kerk, nooit daar neerbuigend over doen, daar waar ze door de kerk erkend zijn. Want we zouden wel eens het werk van de Heilige Geest in de weg kunnen staan. Nee, dankbaar zijn voor deze veelkleurigheid die in de katholica aanwezig is. Het jaar 107... toen werd het woordje katholieke kerk voor het eerst gebruikt. Twee generaties na de verrijzenis van Jezus. En het kwam uit de pen van Ignatius van Antiochië. Aanstaande week gedenken we hem. Hij was bisschop van Antiochië, werd opgepakt en naar Rome gebracht om daar als martelaar te sterven. En onderweg schreef hij 7 brieven, onder andere aan de katholieken in Smyrna. En in die brief zet hij een zinnetje dat eigenlijk in zijn kortheid precies de diepte uitzegt van het woordje katholieke kerk. Zonder dat hij het wist,
maar hij is daar begonnen met een begrip dat zoveel zou gaan betekenen in de geschiedenis van de kerk van Christus. En dat zinnetje dat hij schrijft is: waar Christus is, daar is de katholieke kerk.